aangezien het nou nog droog is en de zon schijnt, ga ik de batterij van mijn drone even leeg. Ik heb nou nog even tijd. Vanmiddag zal het gaan regenen, dus ik moet ze leeg hebben nou. Of nou, moet niet. Ze lopen van zichzelf wel leeg. Maar ik heb liever dat ik ze zelf leeg vlieg. Dan weet ik zeker dat het goed komt. Dus dat ga ik nou even doen. Ik ga naar Heerdersmeer en ik ga gewoon even vliegen. Ik denk niet dat ik veel film voor in de vlog of wat dan ook. Ik moet gewoon even de batterij leeg vliegen. Ik pak heen en weer even sportmode overal. Dus ik zie wel wat er gebeurt. Zo. Hier aan de broek klippen. Mooi. Dus ik ga nou naar Heerdersmeer en dan even kijken of het dan nog droog is. Het lijkt helemaal blauw boven. Het is helemaal blauw boven. Oh, wolkje. Het is bijna helemaal blauw. Ik zie hem vanaf hier niet. Oh, daar zo zit hij. Ha. Wolken gaan snel, dus ik denk dat ik op moet schieten. Want voordat je het weet is het regende. Dus we gaan die kant even op. Zo. Ik ben nou weer in Heerdersmeer. De wind is hier ongelooflijk erg. Dus ik denk als ik hem omhoog schiet en dan gewoon laat hoveren dat hij binnen de kortste keren helemaal leeg is. Maar dan zijn de batterijen in ieder geval wel leeg. De wolken gaan ook rete snel. Hartstikke leuk. Ik ga hem gewoon nog even vliegen. Dat is sowieso iets wat ik nou ga doen. Die gast in die grasmaaier, die heeft mooi muziekje. Die had radio aan en dat ding. Dat kun je heel duidelijk horen. Klinkt wel geinig. Ik ga zeggen, een vlieg! Ik heb alle drie de batterijen de 75% gevlogen. Dan zijn ze in ieder geval een deel leeg gevlogen. Ik laat ze ook nog niet op. Doe ik wel een andere keer. Want de rest van de week wordt toch shit weer. Dus dan ga ik toch niet vliegen. Of ik kan ze wel gewoon opladen, want ik heb weer 10 dagen. Dat kan ook. Volgende week wordt het droog weer, dus dan gaan ze sowieso wel leeg. Dat is geen probleem. Maar ze zijn in ieder geval een deel leeg. Dus als het goed is, gaat hij niet automatisch dischargen. Althans, dat hoop ik. Ik weet niet tot hoeveel procent dat moet, maar we zullen zien. Ik ga nou weer door naar huis. Ik heb honger. Kijken of Maal thuis is. En ik heb zo'n gevoel dat het zo gaat regenen. Als ik de lucht zo zie. Dus snel naar huis. Ik heb nou middenwind mee, dus ik moet heel snel thuis zijn. Ik moet zeggen, hij bleef nog wel aardig goed vliegen. Met zo'n wind. Dat is niet normaal. Zie jullie thuis wel. En het sputtert. Ik ben net op tijd thuis. Maar het sputtert behoorlijk. Dus ik ga naar binnen en ik ga even wat eten. Daar heb ik zin in. Wat ik dus eigenlijk nog wil proberen is met die wekker die ik heb. Die timelapse wekker. Gewoon een HEMA wekkertje, plak er een dingetje op, klaar. Dan wil ik er een keer een timelapse mee maken van een uur lang. Een uur lang timelapse en dan de shot of de foto zetten op 3 of 5 seconden. Ik weet niet of 3 kan. 2 of 5 seconden volgens mij. En dan ook hem een uur lang door laten gaan. Waarom? Dat moet heel mooi lijken, denk ik. Maar als jij die van 20 minuutjes al hebt en 15 minuutjes, die kleine stukjes. Dat lijkt al heel apart en heel mooi. Laat staan een volledig uur. Dan ga je helemaal rond. Dan wil ik het vandaag eigenlijk doen. Want nou heb je de kans met buien, regen, blauwe lucht, wolken en dat soort dingen. Dus dat moet dan heel mooi lijken. Alleen ik dacht dat mijn ma nog wel een grote glazen schaal had die ik erom over kon zetten. Zodat het toch nog droog bleef. Maar dat was dus een kleinere schaal dan dat ik had gedacht. Dus dat wil niet. Dus moet ik even een keer een andere dag vinden waarbij dat wel wil. Misschien een dag wanneer het droog is met veel wolken. Een ideetje. Vast en zeker wel. Moet ik alleen nog even kijken wanneer. Misschien is het in Rotterdam, misschien is het over 10 weken, misschien is het morgen wel, dat weten we niet. Maar ik vond dit wel een hele mooie dag, omdat je, kijk, zoals nou schijnt de zon weer en het regent nog. Zo net was het knetterharde regen en de zon scheen niet. Je had zelfs een beetje onweer erbij in zitten. Dus dat is heel apart en dat moet heel mooi lijken. Al zeg ik het zelf. Maar ach, je moet altijd dingen gaan bedenken, zodat jij timelapses of wat dan ook weer anders maakt. Zoals ik al een keer zei, motion is key. Dat met die... met die timelapse wekkertje, dat je ronddraaiende timelapse hebt, dat is weer iets met motion. Dus dan heb je weer iets anders dan als je hem gewoon neerzet en je maakt de timelapse. Dan kijk je er wel heel anders tegenaan. En dat vind ik mooi om te doen. Om ook zelf uit te vinden voor zulke dingen. Soms zie ik ook wel eens dingen op YouTube en dan denk ik van, wacht eens even, dat probeer ik eens. Dat was ook zo met die timelapse wekker die ik had. Niet dat ik zo timelapse maakte, maar als je hem reversed, je maakt niks van voertuig, gewoon van wolken en je reverse hem, dan lijkt het ook weer heel anders, want dan ga je de andere kant weer op. Terwijl je niet kan zien of de wolken vooruit of achteruit gaan. Dat is het mooie ervan. Ja, nou ik het zeg, snap je het wel, als je het wel een keer ziet, dus. Maar dat met die left... GoPro heeft een timelapse wekkertje. Die kost €50. Ik heb een wekkertje bij de Hemaweg voor 5. Ik plak er een sticky mount op. Ik schuif het dingetje erin. Ik draai de GoPro erop. Tata. Ik heb een timelapse wekkertje. En hij werkt precies net zo. Je kan hem niet verstellen en snellen. Je kan hem niet de andere kant op laten draaien. Het is gewoon een wekker als hij klaar is. Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Niet zo heel erg moeilijk. Waarom moet dat dan zo'n €50 wezen? Alleen omdat die stangetjes idee er al in zit. Ik vind dat bullshit. Maar ik heb nou een hele mooie. En als het kapot is, koop een nieuwe. €5, ben klaar. Niks moeilijks aan. Ik heb een hekel aan de winter. Of nou, ik heb geen hekel aan de winter. Ik heb hekel aan de tijd. Winter. Waarom? Dan wordt het zo snel donker buiten. Het is 9 uur en je kan geen ruk zien oud-zuid. Ik haat dit. Waarom? Omdat ik niet zo van donker hou. Ja, nou donker, oké. Dat vind ik niet zo erg. Maar mijn camera die kan totaal niets goed filmen in donker. In het donker. Hij staat op 1600 ISO. En ik vind dat de ruis in het beeld al aardig wordt. Een beetje te veel. Als ik terug ga naar 800, 400, 800. Je kan meer zien. Oké, je hebt meer dan de helft minder ruis. Maar 1600 lijkt toch beter, want je ziet veel meer. Je hebt wat meer licht. Zo. Ik kan ook wel doorgaan naar 3200. 3200. Zie dat geflikken. En 6400. Check dat geruis. Snel weer terug. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt met ISO. Des te hoger de ISO, des te meer ruis je in het beeld krijgt. Het beste is om altijd op 100 te blijven schieten. Nou, ook niet altijd. Het ligt eraan wat je doet. Maar het beste is altijd alles zo laag mogelijk. Onder de 400 heb je altijd no ruis. Of na no ruis, dan is het ruis zo min, dat kun je niet zien hoeveel je dan ook inzoomt. Dus des te hoger je gaat, 1600, dat wil nog wel net een beetje. En hoger dan dat, nooit doen. Gewoon niet. Daarom heb ik ook 2 beeldschermen aan. Dat is mijn licht. En het werkt aardig goed, vind ik. Maar voor de rest, ik haat het. Ik hou niet van het donker. Ik heb liever licht, zoals overdag, dat ik het ding open heb, dat de zon ligt, mijn recht in de ogen schijnt, dat ik er blind van word. Dat heb ik veel liever dan dat ik dit heb. Maar dan schiet ik in te hoog ISO. Maar morgen ga ik nog even boodschappen doen met mama, denk ik. Morgen vroeg. Ik weet niet of ik jullie meeneem, maar hij is daar niet zo fan van. Dus we zullen zien hoe dat loopt. Ik hoop dat jullie een fijne middag, nacht, avond, ochtend, wat dan ook hebben. En dan hoop ik jullie in principe morgen weer te zien. Jongens en meisjes, ik zeg tot morgen. Aloha.